keeper rolt ons doel bezet. De spits die er dan bulde zet. Combineer arm aan te keuren. Dan gooit buurman zo in het voetbalshirt. Is kampioenschap veilig stelt. Ik groot feest op voetbalveld. Ook AZ lokte langs de velmhuur. Het degraderen kan ook wel uit. Stefan Veur, daar gaan we op gewoon. Henk, die heeft de sleutels. Henk, die heeft dit is een deur. Dit is een deur, ook met hem. Dit is Ruiten, die hebben we trouwens te begonnen, toen we nog in het bestuur zaten, in de kantine. En daar waren we dus twee dames, die bestuurden ook met. Die leunde over de balie. Die leunde over de balie en die bestuurden gewoon met. Die huurden alles wat we zeiden. En dat was niet zo al bestuurlijk meer natuurlijk. Toen hebben we gezegd van, morgen zal er ook nog een bestuurskomen krijgen. En we hebben hier dus een bestuurskomen gehad. Ja. En die had net het bestuur, maar toevallig hebben we een timmerman, B-Kor. Ja. Nou, B. Cor, die was natuurlijk vakman en die had gezegd van, nou, maar zo jongen. En haar buis. Ik regel dat. Dat was de eerste bestuurskomer, aparte bestuurskomer bij de voetbalvereniging. Ja. En hier is natuurlijk al wat afgerond. En dat bestuurskomer, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Want we hadden doorzout, kregen we zo'n, met zoveel jongeren bestoor, kregen we een verlichting. Ja. En Meeden was een van de eerste verenigingen met die verlichting, van de veldverlichting. En dan waren we echt, nou, waren we echt ook in beeld bij de afdeling Groningen. Ja. Van de KNVB. Van de KNVB. En die vonden altijd lichtwedstrijden in spel. En mooi, nou, we hebben die dat veld hebben beschikbaar gesteld. En toen waren we de prominenten als Dutmer, Frans Hartman, Frits Bos. Al die prominent. Ja. En dan mocht altijd zeggen dat die mensen daar zijn zo'n toernooi. Toernooi met Wezer Rens. Ja. En nog een Duitse plauw in Drenthe en Groningen. Ja. Dan zijn we hier met de corriveen van de KNVB. Zijn we hier in deze bestuurskomer. We hooglopen nog naar de jeugdherberg in de Scheemduin. We sluipen En hoe overlopen we nog een KNVB? Ja, dan gingen we met allen met Frits Boos, maar ja, Frits Boos die reden uit. Hartman en zo waren er dan ook allemaal bij. Maar die mensen die namen natuurlijk nooit genoeg met een potje bier uit. Nee, er moest ook een borreltje komen. Dus wie zegt ook altijd dat er een beetje staken draag was hier zo, dan kwam die staken van onder. Maar Martin, die stond er altijd op bij de afdeling van KNVB. Stonden altijd goud bekend en die kon dan ook wel een beetje een potje brengen. Dus wel. Dus in Nederland staat hier zo, dit was. Ja, dat was de eerste bestuurskomer. Ja. Je gaf even naar de overkant. Met het nieuwe gedeelte. De nieuwe kleedkamer. Dezelfde dames en de matten. Klaar voor vol. Ik ben er. En dan moet je de onderbreking die blijft natuurlijk bij u. En dan moet je er extra klaar komen van. En dan wordt daar realiseerd dat het oude gedeelte, het nieuwe gedeelte. En dan natuurlijk als die ja, succes. Wat stil dat is. Dit is natuurlijk wel super netjes. De scheidsrechter. Dit is de Pobok. Dit is voor de beregening in droge periodes. Gaan ze de velden beregenen? Nou, voor capaciteit geeft die pont, hè? Ja, doe dat broer, hè? Mensen van het zwembad, we hebben natuurlijk clever genoeg. Dat we natuurlijk die meter staan wel even houden in de hoornom. Maar als hij begint te berekenen. En het zwemmen, dat komt op kosten van zwembad, dat komt natuurlijk niet allemaal hout. Dus wat dat nog gaat, er zit een extra meter. En dat wordt Jan Roodbouw en zo, die hoort er allemaal prima in de hoorn. Zo laag, zo gaar als hier aan het berekenen ben, dan controleer je die meter staan wel. Maar dan drukt dat weer op de kosten van het zwembad. Maar dat is, zoals dit ook, dit is even serieus. Dit is natuurlijk, toen we in het bestuur zaten, was er ook altijd een zorgkindje van de vereniging. Hè? Het verbruik van gas en water. En de mensen die gingen douchen
En ze bleven daar elke dag onder staan. En op een gegeven moment zijn we het natuurlijk zelf naar betrokken. Jeugd deed er ook aan met. Holder ook aan met. Maar dat deed altijd zo'n kindje van de vereniging. En dan kunnen we door op bezuiniging. Dat we dus ja, door kosten naar kwijt ben. Maar dit is een van de grootste kosten voor ons natuurlijk. En elk jaar komt het natuurlijk wel weer. Het wordt wel betrokken. Dat is zo waard natuurlijk wel. Je mag gewoon actief blijven. Ja, dit is aan het trainen door de... Dit is het bankje voordat je wacht wordt als je bij het bestuur open wordt. Of ja, Ronald die wacht dat precies. Bij de masseur. Voordat ze zit wonen, is volgens een strafbankje weer. Masseur, alles is zo. Wat doen we met Henk doen? Dit is een directie. Dit is bestuurscommissie, dit is even dan als archiefcommissie hebben. Ja, maar ze stel. Je had meneer Liest. Dit was ook nog een vrouw, was in een kledingaccommodatie dicht. Ja, ja. 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 Klopt. Je zou die andere bestuurscommissie. Ja, dat is gewoon zo. Ja, ik denk dat menige club door. Je zo burger begonnen, hè? Als dat nog, wat die nou is, zo burger begonnen. Ja. De Ole Kees. Die was van de ijsvereniging. Die stond hier zo voor dat ik het zien naar de is. En dan komen we door ons omkleiden. Ik kan zelfs vertellen dat er zo'n Ole Kachel op deze kant. En dat er scheugelies was. En dan ging ik over mijn stevel. En roestige spiekers door met een klomp over aan. Dus dat heeft wel even zeer. We hebben maar weinig cola-drinkers. Ja, maar het was in het hele oorlog. Was u zeker trainer? Nee, dat is niet. Oh. Ja, dat is Pieter Deur. Ik heb Pieter Deur. Oh ja. Kunnen we zo gaan? Ja. 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 Wie is hier? Ja, wat dan? Oh. Wat dan beter? Wat een beter! Niet gebruiken! Dit is een massageruimte. Ik zeg het nog wel eens tegen. Dit is een massageruimte. Dit is oh ja. Ja, hier hebben we. Maar nou is het verstand van. Dus de fietsenjongen bestond uit oud Ajax hier. Dat is op die middelste foto. En we 60-jongen bestond en we de oud internationals hier. Dat is die foto. En het Nederlands burgemeestersteam. Dat zeg ik ook wel. En we hebben de reuniewedstrijd georganiseerd in die periode. Dus er zijn allemaal die foto's van. Nou, we hebben in de kantine. De bar. En de stal die ben nu veel weg. Die stond allemaal van die door. Maar er is toch wat meer tol met de stal. Ja. Maar die hebben dat nu in de tijd. Speelruimte voor de kinderen. Speelruimte voor de kinderen. Dit is de volgende stap van de bestuurscommissie. Hier hebben we een bestuurscommissie gecreëerd. Zo. Nou, wat doen we even op een... Ik ken natuurlijk wel initiatief natuurlijk. Maar op een gegeven moment, als je wat langer mee bezig bent, dan gaat natuurlijk veel tijd in zitten. En dan, als je je bezigheid naar hem, dan hebt dat een beetje weg. En dat is allemaal mol. En die hebben eigenlijk met een aantal mensen dit oppakt. Omdat we zagen dat het een beetje naar beneden ging. En het kwam uiteindelijk met de afscheid van Bruno Feiken. Dan hebben die dus met een aantal mensen en die daarop opgenomen. En toen zeiden we van, nou, die en zijdelings willen we toch wel wat voor die club dan, zullen we dus door en verder. En zo is het eigenlijk gebeurd dat we dus dat we een beetje oppakten. En nou ja, het is hier eigenlijk voor de vereniging en komt ten bate van de jeugd. En nou ja, gauw die hebben ook een beetje misschien meer vrije tijd. En we hebben toch diverse dingen naar zeggen van, nou ja, waar de mensen toch een beetje aan, die 4 euro, waar we ze mensen toch een beetje aan. Nou, ja, het is wel 78 leden. Het zit weer een beetje in de stijgende lijn. Ja. Maar het rolt natuurlijk wel in dat we dus natuurlijk wel elk jaar een beetje aan de gang gaan. Wat die deed. Ik zie wanneer de wat jullie doen. Ja, dat is wel. Hier wat origineel. Als kind er niks. Ja, dat is. Hier hebben ze aanspraak. Hier hebben ze een goed doel. Uiteindelijk in de Wazemoorn. Maar ik denk dat nog genoeg. Je stopt dat even op in de bus. Maar het is ook zo. Dat wil ik nog wel even.
die hebben geen enkele zeggenschap over die, dat geld die gewoon de penningmeester, die penningmeester, aan penningmeester die de vereniging heeft. Er komt geen dubbeltje die aan van ons, dat die dus een financieel beheer voert, die waren gewoon er bij 78 mensen. Er komt zoveel geld om te ben, die kiekt natuurlijk wel die hele overleg met het bestuur. Dus die zijn eigenlijk voor de jeugd. En er loopt ook gouden vinger, een vinger aan de pols. Wel, maar wie hem die beheert het geld, maar het is ook zo dat het geld van die 78 fondsen die jongens in kan in die bijvoorbeeld nemen, dat we er gewoon mee gewoon gaan. Het is sowieso nooit. Als er een keer dat extra kosten aan verbonden bent, dan gaan we altijd een overleg met het bestuur zeggen, nou, is dit mogelijk, kunnen we dit nou? Dat komt u de bord. Dat, ik spreek met hem dus. En ik zeg ik wil 100 euro en dan komt dat uit. Dan komt er uit, het is een bord, maar dan nemen we overleg met het bestuur. Ja. Zeggen we nou, we hebben eigenlijk een spreker en die man die wil het eigenlijk kosten. En het kost dus 100 of 150 euro. Is het verantwoord? Zullen we dat dan nog maar? Voor het bestuur die zegt nu van, nou, maar een dame, dit of dat. Dan doen eigenlijk die gewoon dat het geld. Ja. Ik kom weer uit. Hij had een trompet aan de buurt. Ja. Mooi, hè? Dan is de trompet van de Haan. Ik ben een mooi met cameraman. We hebben het in port. Wat hij port is. Ik heb hier een thee van mogen, hè? Wie vertelt? Wat hij port is naar Brazilië geweest. In de wereldkampioenschappen. Vertel. En hij heeft onder andere de foto mocht. Of de opnomen van Persie en die fraaie koning. Oh, ja. Die ja, dan, de camera. En nog een stukje. Deze man ook, die begeleidt het koninklijk huis ook. Ja. Hij zit in Mosje Volk ook in Fluitvuur, Beat, Maxima en onze Willem. Maar, en hij vertelde een stukje over dat Disney dus een opa had. Hij rookt ook, hij zei dat geen was op balkon, geen chemische geitje roken. Dus ook een euro voor. Daar kwam eraan, Willem-Alexander. Maar dan is een regeling. Hij mag niet tegen een broer, maar als hij tegen niet begint te broer, dan mag hij ook broer. Dan was hij niet nooit in nieuwsgierig, hoor. Maar dan was hij wel lid van die club. Ja, maar dat nou, broer. Dat nou, broer. Je bent door de Euroborg geweest, hebben een rondleiding gehad. Onder andere de beveiliging van de Euroborg. Oh, ja. Mooi, hoor. Ja, mooi, zo. Van de hoofdmiddelkoor. Naar het veld komen. Dat is Bert Water. Dat was net op jou bij de pers. Dit is in de VIP-room. We hebben nog niet gezien alweer. Ik heb niet dat er een boos vols was. Dus dat is hier voor aan zeker? Dat was niet leuk. Ik heb mijn zang wel. Doe we eerst 50 euro en dan alweer u nog zo los. Dick Heuvelman. Dick Heuvelman? Oké. De oud-journalist, de gemeente van de sport in Groningen. Die heeft verteld over zijn loopbaan als sportverslaggever. En door die tien hebben we een quiz gehad. Ja, leuk. Onder leiding van Heuvelman, dat is ook echt een mooi hoor. Harry Been. Zeker weten. Al heel scheert de kerel, hè? Die Heuvelman. Een bolletje op een. Hey joh. Ja, dat is wel scheert de kerel, hè? Ja, maar. Nee, dan doen we het. Nou, dan hebben we Adi. Ja, dat is mooi. Je vertelt over zijn trainersloopbaan, over zijn voetbalcarrière natuurlijk. En als bondscoach. Zijn moeder ook. We hebben een aantal van activiteiten georganiseerd als Club van Honderd. Dus mocht de belangstelling mee, ook lid te worden van de Club van Honderd. Ja, nee. Lid in Linkvlies. Hartstikke mooi, hè? Gewoon naar deze kant bedankt. Maar deze ruimte is de lot die we hebben. Kom maar zitten. Nou ja, dat is ideaal om barbecues te organiseren. Lekker boeten, langs de vijver. Ideaal. Voetbal en gezelligheid.